Een gemiddeld gezin produceert ongeveer 15 liter damp per dag. Heeft u zich wel eens afgevraagd waar al die damp naartoe gaat? Tegenwoordig worden huizen zo goed geïsoleerd dat de damp niet zo makkelijk weg kan. Met als gevolg dat het via de constructie en isolatie naar buiten wil. Wanneer de damp afkoelt gedurende zijn reis naar buiten, ontstaat er condensatie. Met als gevolg schimmels, ongedierte in de isolatie en rot in de constructie. Dit is slecht voor de gezondheid, maar beperkt ook de levensduur van de constructie. Met de slimme vochtregulerende folies kunt u vochtproblemen in uw isolatie en constructie voorkomen. Met de juiste folies op de juiste plaats bieden nieuwe en gerenoveerde gebouwen niet alleen een gezonder woon- en werkklimaat, de constructie en de waarde van het gebouw blijft ook behouden. De folies aan de warme kant beschikken over dampremmende en luchtdichte eigenschappen, met uitzondering van ruimtes met hoge luchtvochtigheid zoals bijvoorbeeld badkamers. Hierbij wordt er gekozen voor damp- en luchtdichte folies. Aan de koude kant worden waterkerende folies geplaatst die natte weersomstandigheden afstoten en eventuele damp in de constructie doorlaat naar buiten. Kortom, de folies vormen een vochtregulerende beschermlaag voor de constructie en isolatie, om vochtproblemen te voorkomen. Het biedt een gezonder woon- en werkklimaat. De constructie en de waarde van het gebouw blijft behouden. Maar niet te vergeten, het isoleert ook beter. Dus minder energieverlies. Wilt u ook zorgeloos isoleren? Bekijk ons assortiment en bel voor een passende oplossing.